puntjes die je met mij wil bespreken. Kom alsjeblieft met je bakspullen bij mij. Hallo. Dag. Ik ben Abel. Ernst, hier is Marlene. Gaan we naar binnen? De Venner. Ernst, voor wie gaan we een taart bakken? Voor Maxime. En Maxime, dat is een vriendje van je? Ja, maar we hebben erge ruzie gehad. Maar daar heb ik enorm spijt van. Ik ben een vervelende zenuwknoper geweest. En wat? Ja, een klepsuiker, een teemkous, een muggenzifter. Ja, en Piet Lut, mag ik dat zo zeggen? Ja, precies, ja. En jij lijkt me ook niet een type dat heel erg van voetballen houdt. Nee, dat niet, nee. Nee, dat geeft toch niet? Je kan toch niet alles leuk vinden? Nee, dat niet, nee. Maar ik vind wel dat alle kinderen samen moeten kunnen spelen. Nou, vertel eens, Ernst, wat is er nou precies allemaal gebeurd? Nou, toen eerst had Maxime een spelletje bedacht, want hij wilde per se meespelen met de pestkoppen van het plein. En wat voor spelletje was dat dan? Elastieken. Nou, dat is een beetje een meidenspelletje ook, toch? Ja, dat wel, ja. Ja, want moet je misschien even zeggen, elastieken, dat is een spel, er staan twee mensen met van zo'n elastiek om hun kuiten, toch? Ja, ja, in een lichte spreidstand, zo. Ja. Maar dat is nog wel even iets anders dan een spagaat. Ja, want daar liep het uiteindelijk op uit? Ja, en toen stonden Ad en Kathleen, die stonden in een spagaat met het elastiek om hun nek. En het was drop of eronder. Ja, ja, en jij bent niet zo lenig. Nou, ik ben best aardig lenig. Oh, dan gaan we even kijken. Dat vind ik leuk, vind ik leuk. Gaan we even proberen. Ja. Laat je even zien hoe lenig je bent. Kun jij met je handen bij de grond? Ja. Dat, zo. Ja. Ja, gerust. Ja? Oh ja. Goed, man. Jeetje. Ernst. Ja. Ja. Dit is dat gozer. Nou, snij jij dit even in plakken, dan gaan we daar zo room op smeren, ja? Ja, ja. Maar als ik het dus goed begrijp, loopt iedereen zich in allerlei bochten te wringen om het Maxima naar de zin te maken? Ja, dat wel, ja. Ja, en jij had daar geen zin in? Nee, dat niet, nee. Nee. Waarom kunnen jullie niet gewoon leuk samen spelen? Ja, nou, Geert heeft niets met samen spelen. Nee. Geert vindt het plein te vol. Geert vindt dat de kinderen weg moeten. En Geert geeft gewoon iedereen een grote... Een grote muil, ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Ja, en dat is niet leuk natuurlijk. Nee, dat is niet leuk, nee. En als kinderen iets terugzeggen, dan gaat hij meteen blaren. Heel goed. Nee, ja, zo. Ja, en dan lekker dun. Ja, maar Ernst, meeste stemmen gelden, hè? Ja, maar dat is helemaal niet zo. Want de meeste kinderen vinden Geert stom. Ja. Maar hoe komt het dan dat Geert toch nog zoveel te vertellen heeft? Zijn ze gewoon bang voor hem? Jongen, Ernst, wat een verhaal, man. Nou, zullen we maar proberen om er toch gewoon iets moois van te maken? Ja, dat wel, ja. Hoe vind je hem geworden? Ja, best wel heel fraai. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, niks meer aan doen. Ik vond het een mooi verhaal, man. Hé, hey, of naar Maxime. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hey, wat ontzettend leuk. Ja, ik wil je deze schitterende taart aanbieden. Oh god, schitterend zeg. Nou, ja. Je gaat mijn christendemocratisch hart natuurlijk een beetje sneller van kloppen. Ja. Je dacht natuurlijk ook beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, of niet? Ja, dat wel, ja. Moet eens kijken, hier. Oh, grindpad van groene M&M's. Hier, zo, geniet er maar lekker van. En dan ga ik nu naar huis. De dagen tellen tot de volgende verkiezingen. Wat ontzettend kinderachtig. Ja, stik er maar in, Maxime.